Hoi, Robin hier en welkom bij aflevering 0 van Robin's Moltalk. De afleveringen die maak ik uiteraard omdat het nieuwe seizoen van Wie is de Mol seizoen 23 er weer aankomt. En ik had deze aflevering al eerder opgenomen met de Razer Kiyo Pro. En je kan zowel de video van vorige week als de week ervoor kan je zien dat de kwaliteit heel erg slecht is. Dus ik ga deze aflevering opnieuw opnemen en dan hopelijk nu met betere kwaliteit. Nou, zoals jullie weten vind ik het leuk om te kijken wie de deelnemers zijn en waar het zich afspeelt. Zoals gewoonlijk heb ik net zoals vorig jaar eigenlijk helemaal niets meegekregen. Zeker omdat mijn prioriteiten ergens anders lagen. Nou, dat heb je ook kunnen zien in de update video. Helaas zullen de meeste mensen ook wel hebben gezien dat Felix is gestopt met het maken van de Hintse Theorie video's op zijn kanaal. Ik zal een linkje in de beschrijving achterlaten zodat je de video kan zien. Heel erg jammer, maar ja, we hopen toch dat hij ooit nog een keer terug gaat komen. En ja, zoals we eigenlijk allemaal wel weten, het is enorm tijdrovend. Eigenlijk lang verhaal kort, ik ben er ruim 2 dagen mee bezig om deze video te maken en online te zetten. Nu we dat hebben gehad, gaan we door naar de locatie. De locatie van dit seizoen is Zuid-Afrika. En ja, zoals gewoonlijk zijn de berglandschappen en überhaupt de landschappen heel erg mooi in beeld gebracht. Ik ben dan ook heel erg benieuwd wat er zich gaat afspelen. Want als ik het goed heb gezien, en corrigeer mij als ik het fout heb, zitten er niet echt opdrachten in deze keer. Nou ja, dat betekent ook dat we ook blanco natuurlijk het seizoen in gaan, wat ook wel leuk is om te zien. Nou, nu we de locatie hebben besproken, gaan we door naar de kandidaten. De kandidaten waarvan ik ook weer de onthulling heb gemist, zijn toch weer een leuke groep mensen zo op het eerste gezicht. En ja, ik ga waarschijnlijk nou even iets meer op het scherm kijken dan normaal, zeker omdat ik heel veel mensen niet ken. Zoals je al weet, kijk ik eigenlijk helemaal geen tv meer, eigenlijk anders dan Wie is de Mol. En daar blijft het eigenlijk wel een beetje bij. En daarnaast ga ik ook niet direct naar optredens en dat soort dingen, dus dan mis ik ook al een heel erg groot stuk. De eerste die ik daarom ook niet ken is Anke de Jong. Zij is hoofdredacteur van Elle en modedeskundige van RTL Boulevard. Nou, ik heb sowieso weinig met mode, dus dan is het logisch dat ik haar niet ken. Dan Aniek Boer, zij is actrice en cabaretière. Daniel Vlaan en hij is onderzoeksjournalist bij RTL Nieuws, waar hij verhalen maakt over hackers, dark web en cybercrime. En ja, dat is toch wel een beetje mijn vakgebied. Nou ja, ik zit in IT, dus dat is meer algemeen. Maar goed, daar zou ik hier toch wel in ieder geval van hem iets moeten hebben gehoord. En dat is ook niet het geval, dus ik moet me hier toch wel een klein beetje schamen. En dan hebben we Jurre Geluk. Hij is een presentator en ja, van hem heb ik ook niet gehoord. Dan hebben we Biel Aoulat Ayad. Hij is een acterende, beatboxende, pianospelende cabaretier. Ik vind het wel een hele mooie combinatie en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dus wellicht ga ik voor hem in ieder geval nog even terugkijken. Daarbij is ook een dingetje en dat vraag ik me eigenlijk wel af. Hij heeft blijkbaar ook gespeeld in Onderweg naar Morgen. Nou heb ik het in het verleden ook wel redelijk vaak 's avonds zitten kijken. Maar ik heb hem zover ik weet in ieder geval niet gezien. Maar het kan zijn dat hij dus later erbij is gekomen, eigenlijk nadat wij gestopt zijn met kijken daarna. Dan hebben we Ranomi Kromowidjojo. Zij is drievoudig Olympisch zwemkampioen en heeft een indrukwekkende 23 seconden gezwommen op de 50 meter vrije slag korte baan. En dat is voor de vrouw is dat een absoluut nieuw record. Dan Sander de Kramer, ook is hij presentator. Ja, het zegt ook wel genoeg. Ik ken hem niet, want ik kijk eigenlijk geen tv. Dan de kandidaten die ik ken of die ik wel eens heb gezien. Een daarvan is Frauke de Bot. En ik heb ergens een video voorbij zien komen dat zij al eerder mee heeft gedaan aan Wie is de Mol. Dus dat zou misschien wel een optie kunnen zijn dat zij dit jaar wel de mol zou kunnen zijn. En ja, zij is presentator van allerlei programma's op tv. En dan Sarah Janne. Ik heb haar wel eens gezien in het verleden bij het zappen tussen tv-kanalen dat zij het Klokhuis presenteert. En dan Soy Kroon. Het enige waarvan ik hem ken is eigenlijk Goede Tijden, Slechte Tijden. In de periode dat ik nog keek. En volgens mij heeft hij ook een keer aan een dansprogramma meegedaan als ik het goed heb. En ja, ook corrigeer me daar als ik het fout heb. Al met al, zo op het eerste gezicht dus een hele leuke groep mensen. Veel variëteit erin. En ik denk dan ook zeker dat het weer gezellig gaat worden. En ja, omdat ik het overgrote deel niet ken, zal het misschien ook wel wat makkelijker worden om de mol te kunnen ontmaskeren, omdat je natuurlijk weer blanco ingaat. En dan het laatste stukje wat ik wil bespreken is de bekendmaking van de kandidaten. Ja, ook deze keer was het wel origineel. Ik heb zelf de livestreams heb ik niet gezien. Wat ik wel zag was dat een van de livestreams redelijk bij mij in de buurt was. En het feit dat de Wie is de Mol kijkers of de spelers moest helpen om de kandidaten weer bekend te maken. Ja, dat was interessant om te zien. Zoals ik net zei, ik heb de livestreams niet gezien. Ik heb wel een stukje teruggekeken, dus ik kan er helaas ook niet heel veel over vertellen. Nou, in ieder geval, dit was voor nu aflevering 0 van Robin's Moltalk. Helaas nog niet heel veel informatie en nog niet veel nieuws te vertellen uiteraard. Maar ook nu kan ik er dus weer redelijk blanco in gaan. En kunnen gewoon kijken hoe het dan ook is. Ik heb dan ook heel veel zin om het seizoen weer te gaan bekijken. En natuurlijk weer de Hintse Theorie te gaan bespreken. En natuurlijk samen met jullie de mol te gaan ontmaskeren. Ik hoop in ieder geval dat jullie er ook zin in hebben. Laat het weten door een duimpje omhoog te geven op deze video. En vergeet niet te abonneren. Want 99,5% is niet geabonneerd op mijn kanaal. En als je wel bent geabonneerd, vergeet er niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu... Later.